Kleine piemel of lelijke kop? Lelijke kop. Ah, nee, maar ja, wat zit het dan met je grote piemel? Ik weet het niet, te moeilijk. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Mijn familie is eerder het geslacht de pauw of klam. Het geslacht de pauw, echt. Het geslacht de pauw. Omdat dat toch net iets beter is. Aangezien dat iedereen nog leeft en dat er geen spelende intriges... Ah ja, maar nee, dat is ook niet waar. Mijn laatste woorden. Alejadi of Ayramon? Of veel geluk, professor. Ayramon, dat lijkt me wel tof. De mensen er rond u staan, wat bedoelt hem nu? Dat lijkt me tof voor mensen te verwarren. Dat is geen schandalige vraag, vind ik. Dat is gewoon veel geluk, professor. Mijn laatste woorden zou eigenlijk zijn, als ik dan toch mag kiezen... Ik wil nog naar de kwik. Geboren worden met een rundskop of als manneke pis? Was dat incontinentie dan de laatste? Fuck, dat is super moeilijk. Sorry. Rundskop. Als het is lijkt Matthias Schoenaerts, zou ik dat wel vertekenen, maar als het echt is, letterlijk met een kop gelijk een stier. Wat is het belangrijkste in een samenwerking, team, spirit of karakter? Teambuilding gaan doen in Dardenne, dan zou ik niet meegaan. Dan zou ik zeggen, oh, nee, karakter dus. Karakter. Maar daar krijg je team spirit door. Een jaar lang verboden te zuchten of elke dag de Brabantsonne zingen? Oh, dat is echt een goeie. Verboden te zuchten? Nee. Ik hang aan een van de ergernissen, dat is onmogelijk. Elke dag de Brabantsonne zingen? Ja. Maar dat maakt wel zuchten dat ik dat aan het doen ben. Ah, ja, we gaan dat doen, ja.